Yo. Yo, Space! Mijn naam is Levi en jij kijkt naar een nieuwe video hier op Space. Vandaag is het een nieuwe themaweek, namelijk Art Week. En ik ga deze week wel gewoon iets uploaden en niet net zoals vorige week niks doen. Jullie vragen je allemaal stuk voor stuk af. Levi, waarom heb jij vorige week niet geüpload? Hele goede reden, heel slecht excuus. Vorige week was vlogweek en ik moest vorige week elke dag tot best wel laat naar school. Dus ik dacht van ja, shit, what the fuck. Maar mijn leven was op dat moment gewoon niet zodanig interessant dat ik dacht van wow, ik kan hier iets over gaan vloggen of zo. Wat moet ik dan doen? En toen heb ik niks gedaan. Maar deze week ga ik wel iets heel erg leuks doen. Ik heb namelijk op Twitter aan jullie gevraagd: yo, wie? Noem eigenlijk gewoon even een bekend persoon die wij allemaal kennen. Ik heb er niet bij gezet waarom. Ik heb 3 mensen gekozen uit de reacties van het Twitterberichtje. En wat ga ik met die 3 mensen doen? Ik ga die 3 mensen photoshoppen op een grappige manier. Waarom? Omdat het een Art Week is. Dus ik dacht van wow, ik ben geen kunstenaar, maar ik kan wel een beetje foto. Wordt scherp. Ik kan wel een beetje photoshoppen, dus laten we gewoon die mensen gaan photoshoppen. Het idee erachter is dat ik ze een beetje gekker slash anders maak. Ik krijg per persoon 5 minuten de tijd om dit te doen. Ik ga natuurlijk ook stukjes wegknippen, dus jullie krijgen niet echt daadwerkelijk 15 minuten te zien. Dat zal niet zo heel erg interessant zijn. Ik zou zeggen, jongens, let's go. Ik ga even naar mijn plek waar ik ga photoshoppen. Ik ga eigenlijk gewoon in bed zitten, want daar, ja, dat is gewoon chill. Dus let's go. Ik heb voor jullie in de aanbieding. Ik heb voor jullie in de aanbieding Donald Trump als eerste. Als tweede Kylie Jenner. En om het af te sluiten ga ik mijn goede vriend, medelid van Space, Thomas Brok photoshoppen. Die is best wel veel aangevraagd, dus sorry Thomas, maar je bent vandaag gewoon de lul. Ik ga beginnen met Donald Trump. Als ik een plaatje van hem heb gevonden, dan krijg ik 5 minuten de tijd. Even kijken, ik moet een plaatje vinden van Donald Trump. Ik kan hier wel iets leuks mee doen, maar dat is misschien een beetje te racistisch om hier een Hitler snorretje bij te doen. Al doe ik er. Ik weet niet of YouTube het gaat accepteren, al plak ik hier een heel fout snorretje op. Die menig mensen wel kent. Ik kan hier denk ik wel het leuks van maken. Oké, ik heb een plaatje van Donald Trump gevonden. Waarom Kylie Jenner? Die is ook aangevraagd. Wat ik haar opvalt zijn grote lippen, grote borsten. Daar kunnen we ook wel iets mee doen. Het idee hierachter is dus een beetje dat we een beetje mensen soort van ludieker over laten komen. Ik vind dit wel een treurig plaatje, maar die is wel een hele lage resolutie. Deze selfie kunnen we wel wat mee. Deze selfie kunnen we ook wel wat mee. Oké, dan hebben we nog kortom en dan hebben we alle plaatjes gehad. Dit is oud, jongen. Hier kunnen we ook wel wat mee. Oké, we beginnen met het plaatje van Donald Trump. Voor de mensen die niet weten wie Donald Trump is. Donald Trump is de Amerikaanse president van het moment. Nou, hier hebben we hem. Dit is Donald Trump. En jullie kunnen kijken op mijn scherm. Die staat in beeld en ik wissel af en toe eventjes. Oké, we hebben Donald Trump. Ik moet er een timer bij gaan pakken. Ik heb namelijk per persoon 5 minuten de tijd om hem of haar mooier of lelijker te maken. Die gaan nu in. Ik zie bij Donald Trump meteen een hele mooie mond die heel erg naar voren komt. We hebben Donald Trump hier. Zoals ik al zei, hè, ik ben geen profi Photoshop of zo. Maar we kunnen wel iets leuks met die mond. Ik weet niet zo heel erg goed wat ik doe. Dus ja, alsjeblieft, blame mij niet alsjeblieft. Hij is ook wel oranje. Kunnen we niet iets van een onderkin toevoegen of zo? Nee, dat is te moeilijk. Ik kan dat denk ik niet. Ik kan wel iets met die oren ook nog doen. Oren zijn wel leuk. Ik heb natuurlijk maximaal 5 minuten. Hè? Dus het is niet dat als ik op die tijd moet zitten. Bewerken, transformatie en verdraaien. We kunnen hem iets van 11 oortjes geven, zeg maar. Ik voel me op het moment zeker een kunstenaar, ja. Maar hij begint een beetje op Donald Duck te lijken, eigenlijk. Hij begint een beetje op Donaldos Duckels te lijken. We kunnen ook iets die ogen, wat zijn hier gebeurd, jongen? Ik ken gewoon de basistrucjes van Photoshop. Ik wil er heel graag beter in worden, maar het is echt fucking moeilijk. Dus even kijken, hij heeft hier wel een glans. Hier niet. Wacht. Hij heeft een beetje raar haar of zo. Ik wil eigenlijk al die rimpeltjes bij hem weghalen. Ik weet niet hoe dit eruit gaat zien, to be honest. Oké, ik zit op het moment op 2 minuten 39. Dat heb ik nog over. Ik wil eigenlijk hier al zijn rimpeltjes wel weg hebben. Ik wil dat kinnetje gewoon net zo bruin als de rest van zijn gezicht. Maar daarom is het wel grappig. Het is namelijk gewoon eigenlijk... Ik zal geen uitgesproken mening over hem loslaten hier. Maar het is eigenlijk een beetje een soort van bruine... Ja, bruin persoon gewoon. Eigenlijk een soort van wannabe. Gewoon een wigger. Eigenlijk gewoon wannabe nigger. Een beetje de kaaklijn bouwen. We geven Donald Trump... We helpen je van je onderkin af en we gunnen jou een kaaklijn, Donald. We moeten eigenlijk nog iets met die neus ook. Ja, ik weet niet of een wipneus een leuk plan is. We gaan het gewoon proberen, jongens. We geven deze man gewoon een wipneus. Niet ontzettend goed weten wat ik aan het doen ben. Anyway, het ging om het feit dat we een mooi kunstwerk gingen maken. En ja, ik maak kunstwerk op mijn eigen manier. We kunnen wel iets leuks met die ogen. Oh, ik heb nog maar 27 seconden. Holy shit. 27 seconden, dat is wel heel erg kort. Deze nog 13 seconden, dames en heren. Oh my god. Oh, fucking shit. Nou, dit gaat er nep uitzien, man. Ik wil hem afmaken.
Oké, ik heb niet meer tijd. Dit is ons eindproduct geworden van Donald Trump. Hij is niet veel veranderd, maar het is een moeilijke opgave. Het is niet zo'n man waar je echt veel aan kan doen. Ik ga hem opslaan en we gaan door naar Kylie Jenner. Oké, we zijn aangekomen bij Kylie Jenner. En dit is Kylie Jenner. We kopiëren deze afbeelding net zo hard als de andere. En als hij is ingeladen, dan start de tijd. En de tijd zo goed als gestart. Ik begin met 5 minuten, net zoals net. Wat valt me op aan Kylie Jenner? Dat is ook 1 make-up gezicht. Die lippen zijn fucking groot. Dus die kunnen nog wel groter, denk ik. Even kijken, dan doen we zo. Zij heeft gewoon 1 kleur. Net zoals Donald Trump. Zij is gewoon 1 kleur. Ja, maar dit is wel echt heel overdreven. Maar dit is wel echt ludiek. Oh, wat is dit lelijk, jongens. Oké, we kunnen haar in principe wel een monobrauw geven. Als ik een beetje mijn best doe. Ik ben echt geen photoshopper. Ik kan gewoon thumbnails maken. Dat is het gewoon. Zeg maar, wat ik nu doe. Al zou die gewoon wel kan photoshoppen hier naar kijken. Die zou mij zo hard uitlachen. Maar hé, ik kan het niet. En het begint op een monobrauw te lijken. Nee, die glans klopt niet. Klopt voor geen mene meter, man. Oké, die monobrauw. Ja, weet je. Zoals ik zeg, hè. Ik ben poepie slecht hierin. Wat hebben we nog meer bij haar? Zij heeft dus bijna geen rimpels. Maar ik zou echt niet weten hoe ik haar rimpels zou moeten geven. Haar neus glanst. Daar kunnen we nog wel iets mee doen. Ik moet eventjes een brush hebben met dit ongeveer. 10. Zo. Wat dacht je van deze glansneus? Die ogen, man. Hoe kan je hiermee leven? We kunnen hier wel ook wel een oerwoud van maken. Net zoals die... Oh, fucking hell. 1 minuut 8. Oké. Maar dit is meer. Dit is niet misgunnen of zo. Dit is gewoon iemand oprecht vollere wimpers geven. Dit is misschien wel iets waar ze nog van zou dromen. Holy shit, dit is moeilijk. Photoshop is niet zo makkelijk als het lijkt. Die lips zijn wel echt groot. Ik vind hem goed zo. Ik stop de tijd. Ik heb nog 14 seconden over. En dit is ons eindresultaat van Kylie Jenner. Oké, ik heb een hele oude foto van Thomas uitgekozen. Mijn voet slaapt. Dit is echt niet chill. Ah, fuck. Ja, ik wil Thomas even goed te grazen nemen eigenlijk. Gewoon omdat we daar wel iets leuks mee kunnen doen. Misschien heb ik een hele slechte foto gekozen. Ja, ik moet een andere foto kiezen. Dit is misschien wel... Dit zijn meest bekende foto. Oké, de tijd start nu. En ik ga Thomas heel erg goed... ik ga hem een beetje een soort van mix van Patricia Pai geven misschien wel. En ik ga deze hoekjes sowieso laten verdwijnen. Want ja, dat vind ik gewoon heel lelijk bij Thomas. Nee, dat is een grap. Ik wil hem gewoon een of andere flat babyface geven eigenlijk. En dat is 2. Kijk, zie je, de hele gezichtsuitdrukking is meteen gewoon weg. Dit zou ook nog weg kunnen misschien. Dit gaan we ook zeker wel weghalen. Nee, ik denk dat hij dat niet zo erg leuk gaat vinden. Ik weet het niet. Deze monobrauw is echt de meest fucked up monobrauw die ik ooit gezien heb. Waarom werkt het niet? Heb ik het stuk gemaakt of zo? Oh, je moet echt een beetje doen alsof je een wenkbrauw tekent. Even kijken, wat lijkt een beetje op een wenkbrauw? Maar dan lijkt het een beetje alsof we hem een soort van haarimplantaat geven. Nog een keer die clone tool. Dan de normale. Ik heb nog 1 minuut 48. Deze tijd ging echt heel snel. Dan doen we even een wenkbrauwtje on fleek bouwen. Maar wel de monobrauw on fleek. Ik weet niet wat er met die neus is gebeurd. Thomas droomt van witte tanden, denk ik. Weet ik wel zeker eigenlijk. Kijk, eigenlijk moeten ze echt helemaal wit. Maar dat ziet er heel onnatuurlijk uit. Sorry trouwens voor als jullie mij niet echt... ik kijk jullie niet de hele tijd aan, hè. Dat komt omdat ik dus ontzettend intensief bezig ben met het mooier maken van mijn... Vrienden, ik heb nog 56 seconden. Wat kunnen we nog in die 56 seconden doen? Ik zie hier nog een plekje, Thomas. En daar gaan we ook een verandering in brengen. Ik denk dat je dat wel kan hebben. Thomas, het lijkt wel alsof je net onder een hele foute visagie bent gegaan. Ja, dat ligt wel echt aan mijn Photoshop skills, denk ik. We kunnen hem ook nog stoppeltjes geven. Oké, wacht. Ik neem voor Thomas iets meer de tijd. Want dat is gewoon grappig. Want ik wil Thomas even een volwaardige baard geven. Omdat hij dat op een of andere manier nooit laat staan. Ik haat dat geluid trouwens ook echt. Ja, maar dit ziet er raar uit. Oké, het moet donkerder, We doen het donkerder. Ja, hey, het is maar wat je een volwaardige baard noemt, maar... Ik voel me net weer een klein kind. Oké, Thomas. Ah, fuck. Ben je klaar? Ah, fuck. Oh, mijn voet slaapt echt heel heftig nu. Oké, Thomas, je hebt eindelijk volle gezichtsbeharing die ik echt geen enkele man toewens in dit geval. Omdat het er echt niet uitziet gewoon. Sorry, maar dat ligt inderdaad aan mijn Photoshop skills. Jongens, laat even weten... Oh, wacht, mijn voet moet echt even stoppen met slapen, man. Laat even weten in de comments wat jij
de leukste Photoshop, de slechtste, gewoon de faal vindt van mij. Maar wel het beste die eruit ziet, dat zijn allemaal faaltjes. En ja, en wie weet doe ik het gewoon wel een tweede keer, want ik vind het op zich best grappig om te doen. Maar daar ga ik me even iets meer verdiepen in over hoe je dan precies moet photoshoppen, want dit ging echt niet goed. Sorry voor de mensen die ik gefotoshopt heb. Vond je dit een leuke Art Week video? Doe dan eventjes een blauwe duimpje op mijn voet slaapt omhoog en klik hier om te abonneren en hier voor een andere video op Space. En dan check ik jou volgende week gewoon weer. Bye. Oh.